seizoen door voel ik me weer blij. Londen is leuk, New York is best fijn, maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn. Luister. Ik sta hier met twee deelnemers die voor de eerste keer deelnemen aan de Vierdaagse van Nijmegen. Stel je even voor. Mijn naam is Maria van der Maden. Kees Groeneveld uit Lagerzwaluwe. Uit Zwaluwe. En Maria komt uit? Maden. Uit Maden. Ik zie iets bijzonders op jouw shirtje staan. Ja. Met je hart. Ik weet, aan de linkerkant zit het hart. Maar waarschijnlijk ga je je hart ergens anders voor gebruiken. Ja, ik ga lopen voor de Stichting Met Je Hart Rimmelen. En de Stichting Met Je Hart is een landelijke organisatie in meer dan 45 gemeentes. Wij zetten ons in voor zelfstandig wonende eenzame ouderen. En ik doe dat in Rimmelen, al vanaf het moment dat het is opgericht in onze gemeente. En daar ga ik deze dagen voor lopen. En hoeveel kilometer ga je lopen? 4 keer 40. 4 keer 40. En dan de andere debutant, die gaat ook 4 keer 40 kilometer lopen. Waarom? Ja, ik had net al iets gehoord dat jouw vrouw blaren wou gaan prikken. Hoe weet je dat dan? Ja, dat heb ik van jouw vrouw gehoord. Maar vertel het hele verhaal even. Nou ja, het begon zo dat mijn vrouw, die is sinds een paar jaar bij de EHBO en die wilde meegaan om blaren te prikken. Dus ik, als jij gaat blaren prikken, ga ik hem lopen. Denk eens gezellig, kan ik bij mijn vrouw mijn blaren laten prikken. Ja, het eind van het liedje is dat zij geen blaren prikt en ik wel loop. Ja, zo kan dat gebeuren. Maar ik zit hier naast een bijzondere persoon, hoor ik. Ja, er is pas iets gebeurd met jou. En je gaat nu de 30 kilometer lopen, 120 kilometer over 4 dagen verspreid. 127. Oh, jij hebt het schema goed bekeken. Maar goed, vertel eens even wat is er gebeurd en wat brengt jou het ondanks dat toch naar hier? Nou, het probleem was eigenlijk dat als wij starten met wandelen, en wij wandelen altijd heel veel, ja. Dan speelt het rikketik op. Dat duurt dan een half uurtje en dan zakte dat weg. Maar na verloop van tijd zakte dat steeds later weg. En op een gegeven moment was ik met de fiets en wist ik niet meer thuis te komen. Dan ga je naar de dokter en die zegt, oh, valt allemaal bij mee. Moesten we 7 weken wachten voordat we bij de cardioloog kwamen. Dan blijk ik 7 weken met een verhoogd risico op een hartinfarct te hebben gelopen. Maar goed, nou hebben ze 3 stents gezet, gekatheteriseerd, 3 stents gezet. En het gevolg daarvan is dat die doorbloeding weer een stuk beter is. En we kunnen nou gewoon de 7 Heuvelenweg weer op. Goedendag kijkers van Omroep Rimmelen. Wij zijn als omroep hier om verslag te doen van de Vierdaagse van Nijmegen. Het is vandaag de eerste dag, oftewel de blauwe dinsdag. We staan in Elst nu, het is nu 7 uur, dus we zijn lekker vroeg. De mensen van de 50 kilometer met de rode bandjes, die komen nou voorbij. Direct de gele en achteraan de blauwe van de 30 en de gele van de 40. En wij verwachten nu over een uurtje toch wel de eerste drimmelaar hier in Elst voorbij te zien komen. Ik woon op de wereld, ben een Europeaan. Ik heb in mijn paspoort Nederland staan. Kijk je nog beter, zie je Gelderland maar. Noem mij alsjeblieft een Nijmegenaar. O, als ik over de... We hebben de eerste wandelaar uit de gemeente Drimmelen hier al gezien. Die komen aanlopen net. En wie ben je? Ik ben Petra van Gurp uit Traaien. Uit Traaien. En de hoeveelste keer loopt hij vandaag? De derde, maar het is wel 20 jaar geleden. 20 jaar geleden? En heb ik het nou weer opgepakt? Ik heb het nou weer opgepakt. En ga ik het lekker? Het is keileuk. Het is keileuk. Over de brug weer mijn stap in de rij. Breekt altijd de zon door, voel ik me weer blij. Londen is leuk, New York is best fijn. Maar het liefste wil ik in Nijmegen. Twee drimmelaren hier langs in het parcours en Michiel Peters en wie is die andere mevrouw? Kobi Drentje. En waar kom je vandaan? Ik woon in Epe. In Epe. Hoe kom ik er nou aan Michel? Ja, en mijn partner heet ook zo, dus ik dacht ik zoek een nieuwe Michiel. Ja, dat is wel gezellig hè. Londen is leuk, New York is best fijn, maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn.
oftewel uit de gemeente Drimmelen. En wie is het? Ad van Boksel. Oh, Ad van Boksel. Ja. En de eerste dag, gaat het goed? Ja, hartstikke goed. Lekker hoor. Goed, ik zie ook geel bandje, dus de 40 kilometer. Oké, en zeg maar, en hoeveelste keer is dat? Negende keer. De negende keer? Ja, ja. Oh, volgende keer de gouden. Ja, dan gaan we voor de gouden. Oh ja, voor de gouden. We moeten het zeker doen. Hey, Wopers, in de Mayenair en een uit Bredaarse. En wie bent u? Ik ben Johan van Mechelen. Johan van Mechelen. Ik ga het sneller dan mijn zwager. Die heet ook van Mechelen. Ja, maar ik ben er van Mechelen met CH. Oh, dat zijn anderen. Dat zijn anderen. Dat is een rijke tak. Nou, dat wil ik niet zeggen. Nee. En, en jij bent? Ik ben Angie Kloze. Ja, ja. En jullie lopen samen lekker even de Vierdaagse? Wij lopen zeker samen de Vierdaagse. Ja, superleuk. Ja. Dag Harry. Hallo. Toch weer in de running. Ja, ja. Mijn zus staat verderop. Mooi hoor. Gezellig hier in Elst. In die stad aan de wal. Ik werd smoorverliefd. Het ging met mij aan de hal. Ik wilde hier blijven en nimmer meer gaan. Vandaar dat ik daar nu mijn vigie heb staan. We gaan naar het Waalstrand en naar een EC. We lopen 4 dagen in de wereld. Hoe gaat het met jullie? Ja, perfect. Ja? We hebben best weer. Ja, dat is het. Ja, geweldig. Ja. Een mooie drukte. Hoe gaat het met jou? Ook goed. Prima, prima. Ja, ik ben lekker in gezelschap samen. Ja, we komen geen praten kort. Wat? We komen geen praten kort. En de hoeveelste keer lopen jullie nou? Ik de eerste. Oh, hey, dat is wel een belevenis, denk ik, hè? Niet normaal. Niet normaal, hè? Niet normaal wat hier allemaal gebeurt. Ja, echt. En wie ben ik, hè? Ik ben Mariet Baks. Mariet Baks. Uit Traaien. Uit Traaien. Oh, van Baks uit Traaien. Uit Traaien, ja. En is de eerste keer of meer keer? Tweede keer, ja. Tweede keer. Oh, het is dus de vorige keer goed bevallen. Het is goed bevallen, dus ik denk ik doe het nog een keer. Ja, ja. Ik wil de feest dan allemaal weer wel beleven, een keer. Ja. Ik met jullie de eerste dag zo? Ja, rustig. Een beetje kalm aan, hè? We zijn vandaag de route. Ja. En het lukt allemaal? Ja, het lukt allemaal wel hoor. Jawel. Hoeveel kilometer moet er nog? We zijn net over de helft. We zijn net over de helft. 16. 16 kilometer nog. Is te doen, hè? Dus ja. Oh nee, dat halen wij wel hoor. Dat zit er dus nog wel in. Dat komt allemaal goed. Dat komt wel goed. Met de regentik houden we het ook goed. Ja. Rustig mee. Ja. En anders duw ik hem in de rugzak, daar ben ik er ook vanaf. Ik ben er ook vanaf. Ik wilde hier blijven en nimmer meer gaan. Vandaar dat ik daar nu mijn vigie heb staan. We gaan naar het Waalstrand en naar een EC. Nee, want ik hoef 30 maar te lopen. Hè? Oh. Dus ik heb alle tijd. Oh, alle tijd. Maar je houdt je mannen in de gaten? Ja, tuurlijk. Dat moet ik heel goed in de gaten houden. Hè? Want die zit op ieder terras natuurlijk te tanken. Lekker te tanken. We hebben de route goed gevolgd. Ja? Van de kroeg naar kroeg. We hebben de route uitgestippeld en we hebben het goed gevolgd. Oké, okay. Maar gaan jullie dan nog wel redden vandaag? Hun niet, denk ik. Nee? Ah, hij niet. Net al. Vandaar dat ik daar nu mijn vigie heb staan. We gaan naar het Waalstrand en naar een EC. We lopen 4 dagen in de wereld op mee. Het kriebelt, het gonst, het bruist, het is fijn. Hoe de oudste stad toch zo piepjong kan zijn. Hier hebben we Fred. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Alles je bent er al vroeg bij? Ja. We hebben al een stukje achter de rug. Ja. Dus het is goed te doen. Ja, het is goed te doen. Ja. Het is echt lekker weer en het is lekker warm weer. Hè. Dus we gaan ervoor. Liesje Kali, mooiste vrouw van mijn dromen. Ik hou van jou, van jou. Maar ik deed het toch en ik zei dat ze zei het. Ik heb wel een mooie kapper geweest. Ja, de kapper moest invallen voor een ander. Gisteren was ik hier ook al, hè, maar had ik alleen geen pet op. Ja, en en hoe gaat het vandaag? Het gaat hartstikke goed. Ja. Alleen we mogen een beetje regen. We liepen allemaal achter de militairen aan, want die gingen nou deze keer voor. Dus we liepen in file. Okay. En daar hou ik niet zo van. Nee. Ik hou een beetje van doorstappen, maar we hebben ze allemaal weer ingehaald. Ja. En het gaat goed en we zijn er weer bijna. Op de mij, hè? Op de mij. Ik ga
Hoe is het, jong? Heel goed. Ja? Heel goed. Ja, het gaat prima. Ja, goed vol te houden? Ja, het is echt goed vol te houden. We worden nu een beetje warm, dus ik denk dat het wel een beetje onduidelijk wordt. Maar het is goed vol te houden. Ik denk dat mijn voetjes niet zeer doen. Ik heb schoenen gewisseld. Ja? Ik had gisteren geen goede wandelschoenen aan, denk ik. Dus ik hoop dat het nou goed is, dat het nou twee vingers in de neus is. Hè. Nou, hartstikke mooi. Dus de rest is al voorbij van de mijne, neem ik aan. Nee. Niet? Nee, ik ben een van de eerste. Ja. Dus alles van de beide moet komen. De Marissen. Ja, even wachten. Ja, ik ben echt een Maris. Maar ik heb er maar tot mijn 18e gewoond. Ik heb nog op de Paulusmavo gezeten. Okay. En toen heb ik 2 jaar het Agnes de opleiding gedaan. En toen ben ik naar Zeeland gegaan. En van Zeeland ben ik naar Rotterdam gegaan. Okay. En nou op de lekker de vierdaagse mee, de hoeveelste keer? 12e keer. Hey. Ja, ik ben nog gepensioneerd, dus ik heb alle tijd om te trainen. En het gaat me met 2 vingers in de neus gaat. Ja, het is gewoon het is een feestje, hè? Ja, en dan ga ik naar de stad. Dan komt mijn dochter en mijn familie naar het Faberplein. Gezellig. En mijn man loopt achterop. Ja. En die loopt de 30, want die vindt 40 te veel. Ja. En ik loop daar. Breekt altijd de zon door, voel ik me weer blij. Londen is leuk en New York is best fijn. Maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn. Ja, ik ben heel dik tevreden, ja. We zijn bijna bij het bier. Ja, precies. Dat is maar een klein stukje nog, hè? Ja, zo is dat. Even opletten, is controle hier, hè? Oh, jezus, dankjewel voor de informatie. Goed zo. Nou, we zijn hier tussen Beuningen en Weurt en hier vindt een controle plaats. Ja. En daar kom ik even kijken of dat allemaal goed gaat. Hoeveel jaar bent je op het moment voorzitter? Ik ben in 2017 marsleider geworden, voorzitter. Noemen ze marsleider, sorry. Ja, ja en dat betekent dat ik sinds 2018 verantwoordelijk ben voor de Vierdaagse. Ja. Nou, ik moet zeggen, nu kan ik een keer persoonlijk tegen u zeggen, ik heb 12 keer meegedaan. Ik vind dat jullie een fantastisch evenement wegzetten. En de grote eensgezindheid onder de mensen, daar valt bijna niets voor. Soms een heel klein incidentje, maar het is gewoon hartstikke mooi. Ik vind het heerlijk om dat te horen van een ervaren wandelaar. En ja, we proberen er echt met z'n allen voor al die wandelaars, het publiek en de supporters, een fantastische week van te maken. Ja, wat me een beetje tegenvalt is dat Ad van Tjaar niet meeloopt. Nee, maar dan moet iemand achter de camera staan. Ja, dat is wel zo. Ja, maar het is ook een toploper hoor. Ja? Ja, ik denk dat hij volgend jaar wel weer meegaat. Ja, hij krijgt toch weer dat Vierdaagse gevoel en dan kan hij niet missen volgend jaar. Nee, dus volgend jaar geen cameraman. Uit Maren. Uit Maren, ja. Leuk, ja, hartstikke leuk. Ja. En dan zien we zomaar bekenden hier. Ja, precies. Maar lukt het een beetje? Het lukt, ja. Daar zijn we er. Dan gaan we morgen weer met frisse, goede moed tegen aan de slag, hè? Ja. Dat is eentje van onze buurgemeente, Oosterhout. Klopt. En hoeveel keer hebben we het meegedaan? Dit wordt de 10e keer. Voor de 10e keer vandaag? Ja, zeker. Dus jij gaat de gouden medaille ophalen? Dat klopt helemaal. Oh, dat is wel een feestje, hè? Zeker te weten. Een feestje, nou. En dan gaan we... Oh, oh. De hele club uit de mei. Zijn we present. Zo is het een beetje te doen? Jawel. Ja? Ja? Nou begint de zon wat te schijnen, maar straks was zonder de zon is eigenlijk nog beter beginnen. Ja, nee, precies. Het moet niet te warm worden. Nee, maar verder schijnt het lekker goed. Ja, precies. Ja. Lekker windje bij. Okay. Geen blaren of iets? Nee. Hoop ik niet. Nee, maar goed, dat voelde zelf het beste, hè? Tot nou toe niet, hoor. Nee. Ja, dus, okay. We doen de schoenen uit en dan nemen we de schouder op, hè? Ja. Lekker! Hey! Hey! Jongens! Goh! Is dat niet? Ja. Ik ga met de volgende. Hij gaat goed. Goh. Gezellig, hè? Gaat goed? Ja, lekker. Ja? Een beetje warm op dan. Ja, de tweede dag is altijd wat pittiger, maar de eerste dag zijn we ingelopen, dus blijft een spektakel, hè? Jij doet schoenen goed ingelopen, nou? Ja, en ik had een bypass. Oh! Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de Vierdaagse. Oh! Het was te druk en je moest omlopen. Ja. Ik kreeg wel een ticket en was geen afsnijden. Dag Corrie! Hé, wacht zo! Hoe is het? Ja, goed. Ja? Is het een beetje te doen nog?
Ja, wel. Het ja? Wel warm. En het zijn lange kilometers vandaag. Ja, ja, ja. Maar tweede dag, hè? Zware dag, hè? Ja, een beetje een mindere dag. Het was wel gezellig onderweg, maar het is best wel heel druk op parcours. Ja, precies. En, ja. Je kan niet zo je eigen tempo lopen, maar het is gezellig. Nou, kijk eens aan. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Gaat heel goed. Ja. Is goed te doen zo? Ja. Het is niet te warm of zo? Het is ideaal weer. Ja, he, is lekker, ja, hè? Heerlijk, ja. Ja. Mooi. Maar dus, het gaat ook goed met de voetjes? Ja, het gaat ook goed met de voetjes. Nergens last van? Nee, gelukkig niet. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi, toch? Ja, nou, ja. Op naar de finish. Mijn man is er ook bij. Oh, kijk eens aan. En, loopt ook mee? Ik mag ook meelopen. Ja, ik mag meelopen. Ja, 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 ja. Helemaal vanuit Traai hier naartoe komen lopen. Nou, dat niet meer. Nee? Maar goed, hoor. Maar als je nou traint, hoe lang van tevoren beginnen dan met trainen dan? Nou, ik ben in september begonnen. In september? Met een feestje, hè? Met een feestje. Ik ben getrouwd, pas een broer. Ja? En toen ben ik begonnen met... gewoon kleine stukjes en iedere keer iets verder. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En ja. Dat gaat dan wel? Ja, dat kan. Maar... Wel, dankzij de fysiotherapeut. Ja, ja, nee, precies. Want oude man had wel een beetje mankement op zijn been, maar het gaat nou goed. Ja, oké. Okay. En de voeten? Goed. Ja, voetjes gaan ook goed. Schapenwol uit Wagenberg. Tussen de tenen. Ja, precies. En dan loopt Wagenbergse wol. Ik loop op Wagenbergse wol van de Vorst. Kijk, ja, kijk, nou brandt er een lampje. Hij komt eruit. Helemaal uit de mei hier naartoe om mee te lopen. Jazeker. Ja, voor de tweede dag. Voor de tweede dag. Ja. En is het te doen? Het is zeker te doen. Ja? We zijn ja, dat is keigezellig. Ja, toch? Bijna op de helft. Dus. Ja, nee. Nou ja, we zijn al over de helft. Tussen van vandaag. Nee, maar totaal. Het is nou nog een kilometer of 6. Ja, we zijn en dan morgen zit op de helft dan. Nee, qua aantal dagen dan. Dat bedoelen we. Niet dan? Ja. Komt maar helemaal dan goed. Gaat allemaal verder goed. Gaat helemaal goed. Niet geen last van de wermden of zo? Of van de voetjes? Gaat allemaal goed? Nee, het spijt me. Ik kan geen beter nieuws melden. Het gaat echt heel goed. Ja. Goed, het is alleen maar beter. Zeker. Hey, succes. Dankjewel. Dankjewel. Hallo hè. Dag Drimmelen. Doei. Maar wat vragen, gaat dat lukken op die blote voeten? Wat zegt u? Gaat dat lukken op die blote voeten? Ja, het lukt me wel. Ja? Ja. Loop je veel op blote voeten? Nou. Hoe ziet dat eruit aan de onderkant dan? Dat komt. Ik loop al jaren en als ik op het voetbalveld train, loop ik altijd op blote voeten over het gras. Ja, maar nu loop je op een hoe ziet het eruit aan de onderkant? Nou, dat valt nog wel mee. Hè? Dat valt mee, ja. Dat valt mee. Ik denk, nou, die heeft heel veel eelt, maar dat valt nog wel mee. Nee, ik heb niet veel eelt, maar het is minder gevoelig. Hè? Wat? Het is minder gevoelig als je altijd op het gras op blote voeten loopt. Ja, dat lijkt me ook. En ik loop ook wel eens buiten, hoor. Ja, maar u loopt heel de vier dagen op blote voeten? Nee, de eerste dag heb ik niet gedaan, want het parcours is ongelijk. Ja. Af en toe goede stukken, af en toe echt waardeloos. Ja. Dan moet ik weer mijn schoenen eruit halen, dat is niks. Dat is niks. Goeiedag meneer. Hey, doet er nog een keer. Wat doet het horen? Zelf meedoen. Ja. You are from Norway? Yes. Yes. And this is your son? This is my son. Yeah. And now what's your name? Jürgen. Jürgen. And you're walking for the first time in the Dutch? Yes. Yes. And how much kilometer do you walk? 30. 30 kilometers. Oh yeah, so you're the 30 kilometers. Yeah, I walk with him. I walked 14 times military, but now this year, it's a very nice memory to walk with my son. Yeah, it's very nice. And do you like the walk in the Netherlands? Yeah, it's great atmosphere and many people, so yeah, it's fun. Yeah, it's a nice atmosphere. And can we welcome you to next year? Yes. Yes? Yeah, when your father wanted. Yeah. Okay, have a nice time. Have a nice time. And maybe I see you tomorrow. Yes. Hey, Ad. Tweede dag zit erop. Ja. Mooie dag was het, hè? Ja, het was een hele mooie dag. Heel bijzondere mensen gezien. En heel kleurrijk. Heel goed verlopen. En de wandelaars hebben prachtig weer gehad, toch? Precies. Ja. Het was hartstikke goed weer. Het was hartstikke goed weer. Dus geen regen gehad. Nee. Weinig mensen met blaren gehad. Ja, toch nog toe wel. We hebben wel een paar mensen gezien die het moeilijk hadden, maar... Ja. Maar het gaat wel goed komen, denk ik, van de meeste. Ja. En morgen doen we de Zeven Heuvelen. Precies. Morgen weer een dag. Morgen weer een dag. We hebben een mooie plekje gekregen van de provincie. Heel onverwacht, dus heel goed.
Gaat helemaal goed komen. Ja, goed. Morgen verder. Tot morgen. Tot morgen. Ja, 3 dagen niet gedoucht? Nee, en de vierde die kwam er ook bij. Oh, en ze zien jou niet aankomen, maar ze ruiken jou aankomen. Ze ruiken mij, maar dat maakt gerust met deze dagen. Ja, van hoeveel keer heb je meegelopen deze keer? Dit is de 15e keer. 15e keer, kijk aan. En je loopt de 40 nou? Ja, vandaag de 40, ja. En appeltje eitje voor jou? Of, ja, het gaat goed. Dan gaan we lekker in bikini lekker in het zonnetje liggen. Lekker van de middag. Ik ben mijn fiets kwijt. Ja, maar ik ben nu aan het lopen. Ja, ik had mijn fiets daar in het begin nog staan. Ja? En iemand heeft hem meegenomen. Ik had hem niet op slot staan, eigen schulp. Eigen schulp, nooit je weg. Maar ik ga zoeken. Ik ga zoeken. Ja, en dan ga ik weer naar de Tour de France. Ja, ik ga weer naar de Tour de France, natuurlijk wel. Succes, hè? Ik had het nog wel, toch? Ja, denk het wel, hoor. Ja. Ik was mijn trouwdag vergeten, maar dat ben ik elk jaar vergeten, want ik ben elk jaar rare dingen aandoen bij mijn verjaardag, dus zoals? Ja, naar Santiago aan het fietsen of de vierdaags aan het lopen of dingen dat ik niet thuis ben, dus ja, dat is jammer. Het is eigenlijk gewoon een beetje standaard eigenlijk. Misschien lijkt het wel op ontsnappingsgedrag, maar dat is het zeker niet. Nee, zeker niet, maar ik ga het allemaal goed inhalen het weekend, dus... Maar ga je het wel goed maken? Ja, zeker, vrijdagavond al. Vrijdagavond al. Dat weten ze nog niet, maar dat gaan we doen vrijdagavond. Maar gaat ze zich ook het meemaken? Ik heb het allemaal voorbereid. Ja, oké, nou. Ik loop heel naar Geiren dit, dus ik kan er naar gaan. Hey! Maar is het zo warm, hè? Warm, hè? Hey, morgen maar nu 10 kilometer minder mogen, hoor ik net. Wat? 10 kilometer? Kijk, een app van Kool. Echt waar? 10 kilometer minder mogen. Oh, dat is zonde. Ja, vind ik ook. Ja. Ik wil die 40 kilometer laten lopen, hè? Ja. Ja, zeker. Maar goed, ja. Ja, ik krijg net een app. Mogen we ook een uur langer slapen of niet? Nee, dan moeten wij vroeger uit bed natuurlijk. Nee, ik denk dat je zelf de start krijgt, hè? Ja, dat denk ik ook wel. En dan, dan eerder binnen. Maar en je bejoort, gaat het ook goed? Ja, het gaat goed hoor. Jawel. We houden hem en hij moet op tijd drinken. En dan komen wij er wel hoor. Ja, zeker weten. Ja, hey, en ik heb gehoord dat morgen 10 kilometer van de afstand eraf gaat. Ja, dat is ook niet, maar ik ga wel. Waarom zou er 10 kilometer afgaan? 10 voor de temperatuur. Oh, voor de warmte. Oh, nou ja, dan doen we het met wat minder. Ja. Als het een beetje wil, dan dansen we voor jullie de samba nog. Ah, alsjeblieft. Nou, je moet daar in de plek zitten, hè? Die houden we erin. Ja, meer dan hier in dit geval. Oké, succes, hè. Dankjewel, hè. Succes. De Romeinen zijn er ook, hè? Ja, dankjewel. De Romeinen hebben hier altijd een beetje huis gehouden. De Romeinen hebben altijd een beetje huis gehouden. Ja, dat klopt, ja. Vandaar ook onze outfit vandaag, hè? Want vroeger met de kamer van de koninklijke wandel moest er ook altijd een Romeinse soldaat wachten, hè? Ja, dat klopt. En die zoekt nog een vrijwilliger. Die wil een vervanger, heb ik begrepen, ja, van de week. Ja.
dit is de leukste dag, echt waar. Ik vind het zo knap hoe hij dat doet, hè. Weet je, dit is nou de derde keer dat ik dit doe. Ja? En ik vind echt donderdag de leukste dag. Ja? Ja, want dit is gewoon echt heel leuk. Maar dit is toch hartstikke zwaar om achteruit te rollen. Dat dan klopt. Vooruit te rollen. Maar moet je dus ook naar achteren kijken. Ja. Ja. Achter u kijken wat ja, er gebeurt precies. Als ik ja. aan het rollen ben. Iedereen ja. is aan het applaudisseren, precies. Iedereen is enthousiast ja. en dat moedigt aan. En het ja. is gewoon echt de leukste dag. Ja, mooi. Ja. Ja. Succes met de laatste paar kilometers. Ja, dankjewel. Hey, succes, en tot later. Hey, hoi. Hoi. Hallo, hey. Helemaal uit het Vaticaan gekomen? Ja, zeker. Oh, toch niet de voet zeker? Nee, niet de voet. Met mijn pausmobiel, hè. Ook met je pausmobiel? Met mijn pausmobiel. Ja, wandel hier gewoon een stukje. Ja, ik moet even mijn volgelingen weer een beetje in het gereel krijgen. Ja, weer een klein beetje. Er zijn zulke ongelovigen bij. Ja, niet normaal, joh. Nee. Maar nou, zie je zien, dan komt het weer wel goed. Ja, nu komt het helemaal goed. Ja, nu komt het goed. Dankjewel. 3 dagen zoeken, eindelijk gevonden. Ja, we zijn inderdaad 3 dagen zoeken. Ik ben al een paar keer rond ontsnapt. Ja. Maar gaat het goed? Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. We hebben genieten. En het is overweldigend. Ja, en, maar vooral ook zoals alle mensen van waar je doorheen komt. Zoals je verwend wordt. En de sfeer. Ik heb net weer een flinke blaar en dan kom ik daar op een bankje. En dan een mevrouw die komt meteen naar me toe. En die prikt en desinfecteert en plakt. En ik ben vandaag 3 keer naar het toilet geweest, gewoon bij mensen thuis. Ja. Dus ja, dat is... Maar je zeggen wel eens met de 4 dagen hoor je gedragen. Nou, die uitdrukking begrijp ik nu volledig. Ja, 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 ja. Gedragen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En we zingen en dansen. Wij vinden het carnaval. Ja, het is een beetje carnaval. Ja. Je blijft, ik denk dat iedereen er hier voor thuis blijft om dit mee te maken. Ja, als je 4 kilometer per uur haalt, dan haal je het nog wel. Het is ongeveer nog 8 kilometer, dat moet lukken, hè? Gaat zeker lukken. Zeker, we zien je morgen op de wedren met de medaille. Zeker. Maar succes. Meneer en mevrouw Budding, u bent al vroeg uit de veren gegaan vanmorgen. Ja, zeker. 6 uur. 6 uur en... 6 uur waren we opgestaan. En wat verwachten jullie vandaag? Zon. En buiten zon? Heel veel sfeer. Mensen. Zou het? Mensen en heel veel sfeer. Heel veel sfeer. Ja. Hallo, met wie heb ik hier te doen? Met Michiel. Michiel, je ziet er nog helemaal fris en fruitig uit. Nou, dat ben ik niet helemaal, maar het gaat op dit ogenblik goed. Het is maar 30 kilometer die we nou mogen lopen. Jammer genoeg. Dus volgend jaar gaan we voor de 11e keer, maar dan met een kroontje erop en weer de normale afstanden. Gefeliciteerd! Ik denk te vroeg dat we binnen zijn, ja dankjewel. Ja. Maar het is zo vroeg, er is bijna nog niemand, dus dat is jammer. Dat is jammer, ja. Maar, maakt niet uit. Je kan toch
een stukje teruglopen? Ja, zeker. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Ik ga lekker daar naartoe een biertje drinken en dan vind ik het goed geweest. Hallo Harm. Hallo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, we zijn met Omroep Drimmelen. Maar leuk dat we jou Drimmelen? Zien. Ik word gek van geluk. Dankjewel. Nou, ik loop hem niet, hè, weet je. Nee, maar het is wel leuk om jou mee te maken hier. Ja, maar het is zo leuk om dit... Het is natuurlijk allemaal vervroegd vandaag. Ja. En wij gaan altijd dus eigenlijk de stilte voor de storm halen. Ja. Want we gaan zo meteen om 2 uur, 4 uur lang live. Ja. Maar nu is het allemaal ingekort. Dus het scheelt 2 uur wandelen voor de meeste mensen. Ja. Nou ja, dus er zijn al heel veel mensen. Ja, dus dit is al een soort verlengstukje van de intocht. Heerlijk. En je wordt hier zo vrolijk van. Ja, ik ook. Ik krijg energie van, hè? Ja, maar loop je niet mee. Je zulke lieve mensen. Ja, daar word je een beetje emotioneel van eigenlijk. Ja. Dus, dankjewel. Hey. Veel goed in Drimmelen. Ja, en kom volgend jaar gewoon zelf kijken. Ja, we lopen volgend jaar gewoon mee. Ja, dat doet ook. Ja. Hey. We staan nu uit de echte omgeving, hè? Ja, ja. Voor de mensen. Gemeente Maren Drimmelen. We lopen hier bijna aan de finish. En die gaan we halen. Hey, het loopt op bol. Je bent niet alleen zo te zien. Nee, ik ben niet alleen. Wie is die meneer? Dat is Henk de Hond. Is dat Henk? Henk. Oh, is dat Henk de Hond? Ja, rond, ja, nee, die, rond, ja, die zien we de laatste tijd wel vaker bij ons. Ja. Henk. Eindelijk is ze er. Heel lang op gewacht. Heb ik jouw man al gesproken? Ja, ik ben wel teruggelopen, want hij zag me toevallig niet staan. Het was een mooie dag om te lopen. De eerste 10 kilometer hadden ze ons door het bos geleid, dus dat was een mooie wandeling. Toen kwamen we al bij de Grote Rus, waar alle wandelaars eigenlijk bij elkaar komen, bij de Grote Ruspost. En dan was het nog 10 kilometer, ja, en dan is het eigenlijk één groot feest. Ja, dan is het afgelopen, hè. Hallo Harry, ik loop met je mee. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. En we lopen een stukje met je mee op. Beetje onwerkelijk eigenlijk, hè, zo. Maar je bent er opeens. En ja, vroeg. Beter eerder kunnen vertrekken, maar het was fantastisch. Hartstikke leuk. Nou, en het weer valt eigenlijk wel mee met de warmte. Ja, we hadden eerder moeten starten eigenlijk. Maar ja, wij zijn er achteraf. Hè. We hadden best wel wat ongelukken. Maar een positief evenement, heel veel. Leuk. Echt tevreden. Heel veel mensen uit Drimmelen gezien, dus hartstikke leuk. Goedemiddag, jongelui. Goedemiddag. Het klopt, het is 5 minuten over de middag. Ik ben er niet. Ja, wij zijn bij Omroep Drimmelen, zijn we heel erg bij de tijd, hoor. Oh, dat is niet goed. En hoe is het allemaal gegaan? Ja, hartstikke goed. Ja. Is er spijt van gehad? Nee, kom volgend jaar weer. 4 dagen lang, welke afstand? 40. Ja, vandaag 30. Ja. Eerste keer dit? Nee, 6e keer. En voor jou ook? Ja. Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. Dus 12 keer samen al druk gehad de laatste jaren. Ja, hè? Moeilijk rekenen, hoor. 12 keer. Ja, maar voor mij, ik word al wat ouder. Jullie zijn nog jong en ik ben al wat ouder. Dus 12 keer 160 kilometer, ja, dat doet het niet zomaar. Nee. Hey Jan, hallo! Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Hoe heb je het allemaal gedaan de afgelopen dagen? Heel mooi, ja. Ik heb er echt van genoeg nog. Oké. En dat het vandaag iets korter is, maakt voor jou niet uit? Nee, het was heel gezellig en het was een hele lange, gladiola. Het is heel mooi. Gefeliciteerd! Ja, jullie zijn bijna bij de finish. Bijna, hoe gaat het ermee? Goed toch? Ja, ja, gewoon één feest hier, hè. Ja. Ja, en de afgelopen dagen, hoe was dat? Vrij zwaar, hoor. Het was best wel een hele klus. Maar ja, zodra je het aan je kruisje hebt, ben je het allemaal vergeten. Ja, en hebben jullie heel veel geoefend van tevoren? Ieder jaar een paar nieuwe zolen. En je kan 2000 kilometer mee, dus. Geweldig. Maar hebben jullie ook veel gewandeld? Ja, we wandelen heel veel, ja. Wij zijn eigenlijk een beetje bekende in de buurt van Maarden, Drimmelen zo. Ja. Wij lopen daar bijna dagelijks rondjes. Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik jullie daar vast heel snel weer zien. Hartelijk gefeliciteerd allebei. Ja, dankjewel. En hoe is het gegaan vandaag en de afgelopen dagen? Ja, hartstikke goed. Ja hoor, op een paar blaren na dan... Heb je veel blaren gehad? Ja. En jij? Ik 2 of 3, dus het valt mee deze keer. Oké, maar bij jou is je stem eraan gegaan. Je hebt flink gezongen, denk ik. Ja, gisteren kon ik helemaal niet praten, vandaag iets meer. Ja. Beetje schoon. Van harte gefeliciteerd. Dank jullie wel. Congratulations. Dank u wel. Oké. Zijn jullie aan het genieten hier? Heerlijk, echt heerlijk. Prachtig mooi weer. Ja. En alle dagen, behalve die ene derde dag, toch was ietsje warmer. Maar goed, dat drukt
de plezier niet af. Dat die is gewoon geweldig. En jullie hebben prachtige kleren aan uit Griekenland? Ja, zeker. Ja? Zeker. Van Greece? We hebben Griekse traditionele kleding. En ik loop speciaal dit jaar voor de Olympische Vrede. In deze outfit de vlag vast te houden en ik hoef niet wedstrijd te kijken. Ik wil de mensen die naartoe gaan wijzen dat dit is belangrijk. Zoals in de oudheid was het doel van de spelen, van de antieke spelen, het vrede. En naast wie sta ik hier? Wat zeg je? Naast wie sta ik hier? Naast Hans Hozemans. Peter Rijs. Nou, allebei op Maden. Van der Maai, hè? Van der Maai, van der Maai. En hoe is het? Hebben jullie goed gelopen vandaag? Ja, lekker, lekker. Ja? Ja, het was lekker weer. Jullie zien er nog heel fris uit. Toch wel, ja. Ja, ja. Dat lijkt zo, maar ja, oké. Okay. Ja, hey, en hoe, hebben jullie last van blaren gehad? Blaren niks. Nee, je was één blaar. Geen blaren. Geen blaasje op het einde tegen. Nou, dat kan gebeuren. Ja, en nu lekker naar de finish. Wij gaan lekker naar de finish. Een medaille ophalen en dan een biertje. En dan lekker bier zullen. Ja, de pintenwinkel, hè? Ja, precies. Ja. Helemaal verdiend, jongens. Okay. Van harte gefeliciteerd. Nou, en geniet van deze middag. De groeten allemaal op de mei. Ja, dat gaan we doen. Oké. Oké, hallo. Hallo.